heb je geslapen? Slecht. Waarom? Onweer. Nat. Wat voor dag wordt het? Ik denk wel weer een mooie dag. En ik denk ook dat gewoon de zon gaat schijnen, ondanks dat hij een 6 min wou geven. Ja, die guys heb je niet zo heel veel verstand van, want daar gaf nog een keer een 10 en dat was het al niet. Dus daar hebben we toch niks van. Ja, de laatste grote berg, met wat voor gevoel ga je erop? Ja, genieten. Lekker klimmen, gemak. Hopelijk blijft het een beetje droog. Ja, die Grand Ballon. Ik weet het niet. Ik hoop dat hij meevalt. Ik hoop dat de verhalen niet waar zijn. Ik heb mezelf nog nooit gefietst, dus dat wordt afzien heb ik gehoord. Gewoon lekker rollen en we gaan. Wordt gewoon een makkie, denk ik. Ja, ik denk dat het goed gaat komen. Even de toiletunit ophalen, hè? Moet ook gebeuren. Kijk je, de zere billetjes heb ik vandaag 2 koersbroeken aangetrokken. Zekerheid voor alles. En ja, waarom dan? Ja, een beetje een klein van die plekjes, hè, die zere plekjes. En dat wil je niet hebben, hè? We starten zo meteen in Sepalaba. Vanaf daar rijden we naar La Chapelle toe. En tussendoor hebben we nog de Hoensrug, een klein pukkeltje. En daarna nog een hele grote, dat is de Grand Ballon. Vanuit de Grand Ballon is het eigenlijk alleen nog afdalen naar de camping toe. En dan is het tentje opzetten, snel naar de douche, eten. Nou, nog even naar een avondetap kijken en dan lekker slapen. Laatste grote klim. Moet lukken. Het ging net een beetje zwart te worden en dan komt hij hoor. Hallo. Hoi. Gaat nog een beetje? Ja. Oh. Gaat aardig goed. Nog 7 kilometer en zijn we op de Grand Ballon. En afzien wel hoor. Ja, dan rij je dan in je gele trui, zonder ploeg. Dan zou je me tot boven brengen, maar... Ja, misschien rij je voorop. Ik zie ze niet meer. Ja, ik rij nog niet voorop. Maar ik ben wel met een inhaalslag bezig. Gewoon omdat ik wil bewegen. Hoofd leeg maken. Ja, gewoon een heerlijk ontspannen gevoel. Ik vind het heel sportief.
Ja, je wordt er niet te dik van. En je krijgt er energie van. Ik heb een potrozenkwekerij, daar ben ik dagelijks mee bezig, 16 man personeel. En dat vergt best wel wat van je. Maar ik loop vaak met een kudde van 450 schapen. En dan moet je toch zorgen dat het spul bij elkaar blijft. En als ik op de fiets zit, dan weet ik niet eens meer dat ik tuiner ben. Ik ben dan gewoon aan het fietsen, hele hoofd is leeg. Dat is heerlijk. Eigenlijk is fietsen voor mijn hoofd lekkerder. Ik hou ook van uitdagingen. En doordat wij Artsen zonder Grenzen altijd steunen, kregen wij een boekje. En daar stond Tour for Life in. En ik dacht, nou, dat is het gewoon helemaal. Dus mijn vrienden proberen enthousiast te maken. En, binnen een maand hadden we een team van 9 fietsers en 2 begeleiders. Toen kwam het idee om shirts te gaan maken met sponsors erop. Eind januari is dat eerst al vol en met sponsors. En toen moesten we een tweede shirt gaan maken en ook een tweede broek. Hebben we ook gedaan en ja, die zit inmiddels ook vol. Mijn ploegmaten die zijn zo enthousiast, echt voor het goede doel. Ze proberen echt ieder dubbeltje overal uit te zuigen en bij elkaar te slepen. Om toch ja, het maximale eruit te halen voor het goede doel. Op dit moment hebben we 43.000 euro. En nou zeker als dan ook zo'n bus ziet. Iedereen wil er gewoon opstaan. Ik doe ook vrijwilligerswerk in Congo. Daar komen we dus heel veel vluchtelingen tegen in de dorpen waar wij agrarische projecten hebben. Overal waar ellende is, daar zie je dus dat Artsen zonder Grenzen materialen levert, directe noodhulp levert. Ik heb het met eigen ogen gezien. Je ziet overal Médecins Sans Frontières. En dat die mensen doen heel goed werk, vooral de eerste nood wordt verholpen, zeg maar. En dat vind ik een heel mooi doel. Ik heb 3 jaar geleden een Wilier gekocht en helemaal op maat laten maken. Superapparaat. Ik heb een Jan Jansen, een instapmodelletje. Het kraakt niet, het piept niet. Een simpel fietsje natuurlijk, een aluminium framepie, alleen het voorvorkje is van carbon. Ik vind het super materiaal. De man die fiets aan me verkocht zei ook, joh, je kan beter zelf 2 kilo lichter worden dan als je een 2 kilo lichtere fiets koopt. En daar hou ik het ook bij. Tegen bergop fietsen heb ik nog niet veel gedaan, maar het lijkt me fantastisch. Ik weet zeker dat ik periodes heb tijdens de Tour, dat ik denk van joh, waar ben ik überhaupt aan begonnen? Ja, nooit meer. Het is voor mij ook de eerste keer in de bergen. Dus. En dan het gebeuren dat je met zoveel teams op één camping komt en het groepsgevoel, het saamhorigheidsgevoel, daar verwacht ik heel veel positiefs van. Ik weet ook, één ding weet ik ook zeker, als we op de Kouberg aankomen, dan weet ik nou dat ik met kippenvel daar staat. Ik weet ook zeker dat we dan gaan zeggen, jongens, dat moeten we nog een keer doen. Ik zie mezelf met een glas champagne in de hand de Kouberg op fietsen en dan met als team naast elkaar omhoog. Ja, dat beeld heb ik al helemaal voor ogen, dat wordt fantastisch. Omdat het vandaag ondanks alle beloftes droog bleef in de Vogezen, wil ik vandaag met jullie een hele natte persoonlijke ervaring delen. Bike Riders Diary, part 6. Het regenwater is ijzig, de luchttemperatuur is laag, mijn benen zijn blauw van de kou, ik heb permanent kippenvel, mijn knieën piepen en kraken, warme beenstukken zouden nu fijn zijn, maar die heb ik onderweg ergens achtergelaten. Ondanks de erbarmelijke situatie voel ik me sterk. Niets is belangrijk, niets dan het ronddraaien van trappers en het juiste liedje in de kop. Mijn geest neemt de macht over, het lichaam volgt zonder protest. Draaien, malen, ademen, tellen, cadans, in trance, loom en onverschillig. Geen diepe gedachte komt boven, alles is primair. Een rode fiets, zwart nat asfalt, snoeiharde wind, ijzige kou, blauwe benen, riviertjes van regenwater, zware rugzak, zijknatte schoenen, verrimpelde voeten. Zet toe. Dan gebeurt iets geks. Een kilometer of 3 onder de top. Op een stuk vals plat tussen de bomen komt een enorme flart mist over de weg mijn kant op drijven. Als ik die mist infiets, zie ik overledenen staan die ik lief had. Mijn vader voorop. Daarnaast Steven en Mariska. Ze moedigen me luidkeels aan, staand in die mist aan de kant van de weg. De doden op mijn pad. Ze staan er echt en niemand zal me geloven. Ze roepen, zwaaien, juichen met gebalde vuist. Ieder apart, op een meter of 3 van elkaar. Dit alles in slow motion, zoals in het echt, op tv. Hup, Dirk! Een siddering gaat door mijn lijf. Ik voel heel kort tranen komen. Een geheime afspraak. Niemand in de buurt. Extreem weer.
Zij zijn trots, ik ben trots. Zij zijn dood, ik niet. PS. Ondanks alles, die Münster en andere Vogezen kazen zijn onweerstaanbaar. Wij zijn op zoek naar Theo. Waar is Theo? Hey, Theo. Moet ik nou op de bel drukken? Theo, jij hebt eigenlijk samen met je dochter de hotelfiesbel verdiend. De? Waarom denk je dat jij de hotelfietsbel hebt, of jullie? Omdat we heerlijk samen de Grand Ballon opgekomen zijn. Nou, zo heerlijk was het niet. Oké, okay, Emma. Oké. Ik heb begrepen dat jij kampioen kontjesgeven bent. Het gaat vooruit, ja, maar bij mijn dochter mag dat. Of niet? Ik zat er helemaal doorheen en zonder pas was ik niet omhoog gekomen. Hartelijk dank, want we hebben elke meter gefietst en we gaan dat volhouden tot op de Kouwberg. Dus ik geef die bel aan jullie, maar eigenlijk is het symbool voor alle renners die elkaar helpen. Pak hem maar aan. Helemaal goed. Dankjewel. Yeah. Marco, de etappe van morgen, hoe gaat die? Het is 162 kilometer en we gaan van de camping hier Epinal naar 162 kilometer verder. Saint-Michel, oké. Nou, wordt een makkelijke etappe morgen, denk ik. Het is lekker vlak, richting huis, zesde dag, dus gaat goed komen. Wat kom je tegen zo onderweg? Ik hoop niet zoveel bergen meer, want die hebben we genoeg gehad. Dus, en verder is het. Ik denk dat we gaan door de graanschuur van Parijs gaan heen. Dus veel graanvelden.